Soms slaat het noodlot toe. In België krijgen jaarlijks 350 families het zware nieuws. De diagnose dat hun kind kanker heeft. De strijd tegen de ziekte is helaas niet de enige die gevoerd moet worden. VZW Kinderkankerfonds steekt een hand uit naar deze families en ondersteunt ze bij het volledige traject dat ze afleggen. En in dat ondersteunen gaan we ver. Niet alleen op financieel vlak steken we een handje toe, maar ook aan het fysiek en geestelijk welzijn van het kind en de omgeving schenken we aandacht. We starten binnen de muren van het ziekenhuis, waar we op verschillende vlakken extra zorgondersteuning voorzien. Maar ook buiten de ziekenhuismuren zijn we actief. We voorzien thuiszorg en tijdelijke verblijven dicht bij het ziekenhuis. Zo zijn de ouders in de buurt wanneer het nodig zou zijn. En als er nood is aan een babbel met een lotgenoot, dan kan dat. We organiseren momenten waarop families in een ongedwongen sfeer verhalen kunnen delen. VZW Kinderkankerfonds steunt wetenschappelijk onderzoek financieel en zet ook mee de schouders onder het onderzoek naar de ziekte om zo nieuwe behandelingen te vinden. De Vlaamse kinderkankercentra krijgen van ons de nodige ondersteuning. We werken heel nauw samen met die ziekenhuizen en getroffen ouders om steeds manieren te vinden om nog beter te ondersteunen. Het is onze missie om te zorgen voor een betere levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Dat doen we al sinds 1988, met de hulp van enthousiaste actievoerders en milde schenkers die fondsen verzamelen voor onze werking. Ons lied is nog lang niet uitgezongen. We blijven ons inzetten om de druk op de familie en de kinderen met kanker te verlichten.